Hoe is de oprichting van het Veteranencafé tot stand gekomen? Nou, dat is eigenlijk naar aanleiding van de eerste lokale Veteranendag. Die is geweest in juni ongeveer 2010. Daarbij had de gemeente gevraagd aan Theo Mekel en aan mij, omdat die gereageerd hadden op het feit, we gaan de lokale Veteranendag doen op dezelfde dag als de landelijke Veteranendag. Toen pakte ik de telefoon en ik zei, dat is niet handig. Dus dat moet je anders gaan doen. Oh, vind je dat? Nou, dan kom maar meedenken. Zo is het gegaan. Als veteranen kijkt u ook naar elkaar om. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, helaas is het zo dat een heel klein percentage van de militairen die uit zijn gezonden geweest in de problemen kunnen komen. En daar heeft het Veteraneninstituut een orgaan voor. En hulpverleners, dat zijn de zogenaamde nulde lijns hulpverleners. En die proberen collega's voor te helpen om, laat maar zeggen, deskundige hulp te vinden. De rode draad is dat we hoeven niet bij elkaar op missie geweest te zijn. Maar we weten allemaal van elkaar wat de gevoelens zijn, wat de problemen zijn, in welk missiegebied dan ook. Hoe kort en hoe lang de missie ook geweest is. Mensen hebben oor voor elkaar. Men weet wat de belangrijkheid is om elkaar uit te laten spreken. En dat geeft gewoon een goed gevoel. Kunt u iets persoonlijks vertellen? Ja, de meest indringende ervaring die ik heb gehad is het verongelukken van Filip de Koning. Dat was een sergeant die vlak voordat hij zou gaan roteren als beloning een dagje mee mocht rijden met een drietonner of met een viertonner, nee, een drietonner denk ik. En die reed dus op wat nu een bermbom wordt genoemd, een bermbom. Dus die is daarbij verongelukt. En ja, dat was natuurlijk vreselijk voor, sowieso voor hem, maar voor zijn familie, maar ook voor de hele post. Dat was een gigantische domper op, want de hele post zou bijna gaan roteren. Dus dat was zeer aangrijpend. Bovendien ben ik met het stoffelijk overschot naar Nederland gevlogen, de begrafenis bijgewoond en de familie gezien. Dus zeer aangrijpend. Jullie treden ook met allerlei activiteiten naar buiten, bijvoorbeeld herdenkingen. Kun je daar iets over zeggen? Ja, we staan uiteraard met de dodenherdenking op het Verdronkelaarsplein met een kleine delegatie. Daarnaast doen we de India-herdenking in augustus, ook met een kleine delegatie. De lokale Veteranendag van de gemeente Almelo. Dit jaar hebben we het eigenlijk wel heel groot uitgepakt bij het gemeentehuis zelf. Dus ja, wij doen best wel veel. Hoeveel veteranen zijn er in Almelo? Nederland telt ongeveer 110.000 veteranen. Almelo telt daarvan 350. En hier in het Veteranencafé komen er elke maand ongeveer 40. Hoe lang blijft het Veteranencafé Almelo bestaan? Nou, zolang wij het in ere houden dat veteranen iets betekend hebben voor Nederland en al de inwoners van de wereld.